What up mensen, welkom op deze nieuwe video. Mijn naam is John, ik ben nog een beetje moe. Ik heb wel echt lang en lekker geslapen vannacht. Maar het gaat niet zo goed met Manuela. Waarom niet, gaat ze nu uitleggen. Hola people. Ik ga even editen ondertussen. Ja, oké. Op dit moment ben ik oprecht melk aan het lekken en dat doet zo immens veel pijn. Dus ik ga nu zo de verloskundige heel even bellen. En ik heb vannacht heel erg slecht geslapen. Echt heel erg slecht. Ik heb gewoon niet geslapen eigenlijk. Maar dat kwam omdat mijn borsten echt heel erg veel zeer deden af en toe. Dus echt dat je dan je kind moet gaan voeden. En ik merkte ook echt bepaalde uren. Ik dacht, apart. En daarnaast, ik heb heel veel buikpijn gehad. Echt heel veel vannacht. Nu nog steeds toevallig. Dus ik weet niet wat het is of waar het door komt. Maar, en ik wil nog heel even wat zeggen. Maar we krijgen echt heel veel lieve berichten van mensen die het leuk vinden om ons vlog te kijken. En dat ze er ook echt voor gaan zitten. En dat ben ik heel dankbaar voor. Dus daar wil ik even bedankt voor zeggen. Zo, we hebben weer gedoucht. Tijd om te gaan werken. Maar voordat we gaan werken wil ik nog even één dingetje zeggen. Manuela hier is super. Hey. Sta je nou met je blote kont gewoon? Ja, sorry. Maatje, probeer hier een compliment te geven. Sta je gewoon. Kan toch niet? Sorry. Manuela hier is heel goed bezig. Dus dat wou ik even zeggen. Trots op jou, baby. Super lekker eten van mij gemaakt. Nu is het natuurlijk zo dat we met Hendrik in Urk prankse video hebben opgenomen. En de oude prankse gevoelens komen gelijk weer terug, let op. Hoe is het met mijn voet? De camera ziet er een beetje leem uit, maar in principe is mijn hele voet gewoon beurs. Ah! Fuck! Je had je hak kunnen breken, gek! Gaat het? Ja, het gaat wel. Rauwe reet en een rauwe poot. En hier is het een klein plekje op de voorkant. Gelukkig heb ik hier eerste hulp, Manuela, Naomi. Ik heb oprecht twee keer een EHBO-cursus gedaan. Eerste hulp, Naomi. En Manuela is de verpleegster. Die... Plak hem om die voetje aan, dan blijft hij beter zitten. Oeh. Hoe voelt dat? Dat één grote blauwe plek voelt het aan. Je hebt het ook niet ontsmet, ik kan er nu niks meer bij. Ja, hij is al dichtgegroeid. Ja. Dus al dat zeep of bacteriën, die zitten er al bij in. Dus met de hoop dat het ook niet gaat ontsteken. Dat had je eigenlijk beter per je kunnen ontsmetten en dan bijvoorbeeld een pleister op plakken. Of even met je voet omhoog zitten en even laten drogen in de lucht. Ja, dat hebben we niet gedaan. Maar in ieder geval, dus hij zit erop. Ik ga nu eerst even naar de sportschool werken, fitnessles geven. En Manuela gaat hier denk ik even editen, aan de gang, schoonmaken. En dan zien we elkaar vanmiddag weer. Oké, mijn moedermelkdoek. Wat doe jij? Maatje. Eeuw, ik ga even de verloskundige bellen en ik heb net mijn nagels gelakt en dat doe ik echt vrijwel nooit omdat ik daar geen zin in heb. En kijken wat ze zeggen in verband met mijn melk. Oké, ze zijn denk ik heel erg druk op dit moment. Dit heeft ook geen haast in principe, dus dan probeer ik het vanmiddag nog wel even een keertje. Hi, met Naomi. Hoi, ik heb het gebeld, zeg ik. Ja, klopt. Hi, ik heb, denk ik hoor, iets van 3 dagen geleden heb ik mijn miskraam gehad. Ja? Maar ik ben gisteren de hele dag en ook vandaag begonnen dat mijn borsten zijn gaan lekken met melk. Oh, snap ik. Ja, heel vervelend is dat, hè. Dat is je nu eigenlijk niet echt op te wachten. Zwangerschapshormonen, die kunnen wel zorgen, zeg maar, dat er melkproductie ontstaat. Echt kippige vocht of verlies je gewoon... Echt melk? Nee. Ja, echt melk, ja. Ja, dus dat is waarschijnlijk het gevolg van die hormonen. En met een miskraam, oké. Je kan daar verder niet zo heel veel aan doen. Ik zou het gewoon nu wel even aankijken van... of dat nog heel lang aanhoudt. En het doet best wel zeer. Is dat niet erg of zo? Kun je borsten pijn of alleen als het lekt? Al de hele tijd al wel een klein beetje pijn. Maar uiteindelijk gaan ze echt heel erg veel pijn doen. En dan gaan ze allebei in één keer heel erg lekken. Ah ja. En als ze pijn doen, dan is het ook zo zeg maar dat het heel erg gespannen voelt. Ja. Ja, klopt. Ja, ja, het klinkt een beetje dat wat je ook hebt als je net bevallen bent. Dan heb je stuwing, noemen ze dan. Dus dan lopen de borsten eigenlijk min of meer vol. En dan komt er melk. Dus dat is wat jij ook voelt. En soms als het komt, dan geeft het ook een dat prikkelend gevoel in je borst. Ja. Ja, dat noemen ze het toeschietreflex. Nou, eigenlijk die zo, die gaat heel goed zijn werk. Alleen, ja, gewoon net op het verkeerde moment. Ja, de meeste vrouwen hebben het niet, want anders had je het wel geweten. En anders vertellen we natuurlijk bijvoorbeeld dan iedereen, maar vaak gebeurt het niet. Oké, fijne dag. Oké, werk ze, droeg. Ja, het is best vervelend. Ik heb hier ook weer een soort natte plek. Oké, conclusie. Het is niet erg. Ik mag masseren. Ik mag er aan zitten. Dus er is niks ergs aan de hand. En het is eigenlijk heel erg positief. Want mijn lichaam werkt gewoon
intens goed op het vrouwelijke gebeuren, zeg maar. Dus als in hormonen. En ik ben heel gevoelig voor hormonen. Ik heb het heel lang geprobeerd met pil, zeg maar. Of een staafje. Ik kan dus niet tegen hormonen. En dit verklaart dus ook gelijk per direct een hele hoop. Dat mijn lichaam heel erg gevoelig is met hormonen. Dus dit gebeurt vrouwen nooit. Ze zei het ook, anders hadden we het er wel bij verteld. Maar ja, dit gebeurt eigenlijk vrouwen niet. En je lichaam reageert gewoon echt op een bevalling eigenlijk. Van dat je borstvoeding moet gaan geven. Ik ben super dankbaar dat ik nu wel weet dat ik borstvoeding kan gaan geven. Als ik ooit mijn tweede kindje mag gaan krijgen samen met John. Zit ik weer. Ik heb mijn zojuist net even klaargemaakt. Dit is echt niet leuk. Het doet echt heel veel zeer en je kan er ook niks mee. Ik heb net even gedoucht en ik dacht dat alles leeg was. En dan net aangekleed kom ik beneden en dan krijg ik weer in één keer fucking veel pijn. En dan weet ik al, kut, ik moet gaan rennen. Ik moet de doek pakken. Hoe dan ook, ik ga John even bellen. Want normaal eten we bij mijn moeder en vandaag even niet, want ze heeft haar afscheid bij de werk. Dus ik ga hem even bellen, kijken of hij opneemt. En even kijken wat voor boodschap ik moet doen. Dus 1:30 of een uurtje is hij klaar. Wat jij nog neemt. Pretty sad. Misschien komt hij nu wel online. Ja. Ha. Wist het. Wat doen we met eten? Oké. Op dit moment waren mijn ouders even langsgekomen. En 2 keer gingen mijn borsten echt gigantisch lekker. En dat was echt heel erg vervelend. Dus nu zijn ze voor mij speciaal compressors of zoiets aan het halen. En ik heb een soort, John en ik, hebben een soort fruitmand gekregen. Super lief. En dat is ook wel heel belangrijk na een miskraam om heel erg veel, hoe noem je dat, heel veel groentes en fruit te eten. Dus dat is heel fijn. Dus ik ga zo even lekker druiven eten. Ik heb eigenlijk wel heel erg veel zin in. Oh ja, dit zit trouwens in. Aardbeien, druiven, mandarijntjes en 2 appeltjes. Ik vind het echt ideaal. Ik vind die druif echt zo freaking lekker. Mm. Hallo. Hallo. Lekker druif trouwens hoor. Ja, zijn ze lekker? Mm. Dankjewel. Mijn ouders die komen net terug met dit. Ik ben benieuwd hoe dit is. Hoe dit gaat zijn. Dus dat is wel top denk ik. Dus gaan we maar eens proberen. We zien nu mijn onderste van het onderste. Maar dat maakt het voor nu even niet uit. Because I don't care. Kijk, dit is de achterkant. Dus nu heb ik geen melk meer op mijn shirt. Ideaal. Zou je die nu even van mijn onderkin verlossen? Zo, dat is een stukje beter. Ja, maar echt super tof. Super lief. En lekkere druiven. Het zijn echt lekkere goede druiven. Het is echt mijn lieveling zo toevallig. Ik zou ze eens proberen trouwens. Wacht, ik heb even nu geen standaard. Oké, haal ik even mijn maatverband eruit. Zo. Ja, oké, zo'n stuk beter dan een maatverband. Dat moet ik wel toegeven. Frank. Dag, al, ga mij negeren. Het is er. Hi. Maar zo kom je filmen. Wat heb jij gehaald? Waarom ben je zo vochtig? Van het fietsen. Hm? Zeveren. Gadver... Ja, als ik het tuf, dan tuf ik, maar dan maak ik het op mijn baard. Gadverdamme. Is dat echt gebeurd? Kerel. That's seriously gross. Dit is wat we hebben gekregen. Oh, nice. Lief, hè? Ja. Ik heb al een beetje druiven gegeten. Echt super lekker zijn ze. Echt lief. En ik heb dit gekregen. Voor Malik. Malik? Of hoor je Malik soms? Ik weet wat aan het doen jou. Wacht even. Ik wil niet flippen. Zullen we pizza bestellen? Waarom? Ik kan niet. Ik heb maar 1 pan. Oh, goed, schat, zo. Dat is niet goed. Dit is alles aangebrand. Dat ook, dat is van een vrouw. Die kind wil maar niet haar worden. Alleen ik loop al een half uur koken en ik heb kansen voor buikpijn. Al de hele tijd. Lekker gegeten. Ik ben vandaag weinig in de vlog geweest, ik weet het. Maar gelukkig heeft Manuela een hoop gevlogd. Op het moment is er dus gewoon meer aan de hand met Manuela als met mij. Ik ben gewoon gezond, het gaat goed. We gaan niet klagen, we zijn gewoon rustig. Alleen is het wel even een klein beetje omschakelen weer van na de vakantie en weer het normale leven. En we zijn in één keer eigenlijk aan het vloggen. Dus we moeten een klein beetje alles als een puzzeltje nog in elkaar leggen. Zodat we onze weg er een klein beetje in kunnen vinden nog.
Maar we zien gewoon heel veel liefde, heel veel positieve reacties, heel veel duimpjes. Ja, en dat motiveert ons ook wel natuurlijk om gewoon hiermee door te gaan. Dus mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het liken. En dan checken jullie gewoon morgen weer bij een gloedvernieuwe video. Familie Dion. Later!